Devers. Bal goed meegenomen. Sergio Oliveira. Met Lijon in de achtervolging. Sterk gedaan. Nu moet iemand nu oppassen voor de uitbraak van de Portugezen. Met Bernardo Silva. Lijon zit daartussen. Maher. Willems. Handig daar Paulussen. Weg van zijn man. Paulussen nog altijd. Maar niet voorbij Lijon. Van Peppe langs Lijon. Voor de goal is alleen de Mouge. Lagourier komt. Maar via Lijon. Bal nog net binnen. Geen overtreding, zegt Mulder. Er vasthoudt dan in dat gras, zodat het wat makkelijker glijdt. Maar bij deze temperatuur en omstandigheden is het vaak heel snel gorddroog. Niet begrepen door zijn medespelers. Van Peppe wil de vrije trap. Hoewel Hendricks nu met rugpijn achterblijft en er dus iemand ontbreekt bij het afslaan van deze aanval. Nooit toen Excelsior leek te gaan en uiteindelijk nu de eerste keeper van Zwolle is. Lijon moet voorlopig verdedigen, dat doet hij goed. Georgi gaat. Nou, de inworp gewoon snel genomen, de jongen. Koster wil dat zijn ploeg erin blijft geloven, al is dat niet helemaal meer het geval, heb ik het idee. Luitens. En Hupperts. Lijon. Pasen. Ja, kijk ook een beetje uit met Ortiz. Die stevig inkomt. De redding van Vermeer. Saai is het niet. In het eerste kwart. Is op tijd. Heel risicovol wat de doelman van Zwolle daar doet. En nu ligt er opeens heel veel ruimte omdat het bij Ajax niet helemaal goed gaat. Van Hintem. Van Hintem staat aardig vrij. Aan de andere kant vraagt Saimak om de bal. Maar die is wel heel ver weg. Ioannidis makkelijk de bal kwijt. En onder overtreding gemaakt. Van Lijon een geweldige voorzet. Goeie actie van Lijon. Van der Hoorn. En zo haalt Ajax er gewoon een doeltrap uit. Ja, slim. Beugelsdijk was er ook. Ja. Die knoei geraakt. Reniers. Nou, nu doorgaan of niet? Nee, daar is Lijon ineens. Kan zich toch nog een keertje laten zien.